Welkom bij de kennisclip over referentierichtingen. Referentierichtingen, die ook wel noordrichtingen worden genoemd, worden in de navigatie gebruikt als uitgangspunt voor koersen en pijlen. In deze videoclip worden de verschillende in de navigatie gebruikte referentierichtingen behandeld. Allereerst een antwoord op de vraag waarom referentierichtingen eigenlijk gebruikt dienen te worden. Stel dat een schip van waypoint 1 naar waypoint 2 moet varen. De waypoints worden vastgelegd met positiecoördinaten. Bevindt het schip zich in waypoint 1, dan is in het algemeen waypoint 2 niet te zien. We kunnen dus niet naar waypoint 2 varen door alleen maar naar buiten te kijken en in de richting van waypoint 2 te varen. In de zeekaart wordt de koerslijn tussen de beide waypoints getekend. Vervolgens wordt de richting van de koerslijn ten opzichte van een referentierichting opgemeten. In dit voorbeeld is dat 42 graden. Deze richting wordt de koers genoemd. In de zeekaart wordt als referentierichting nagenoeg altijd de richting van de meridianen naar het noorden gebruikt. Dit wordt de ware noordrichting genoemd. De richting naar een baken, in dit geval een boordplatform, wordt de peiling genoemd. In dit geval is de peiling vanuit waypoint 1 gelijk aan 62 graden weer gemeten ten opzichte van de ware noordrichting. De ware noordrichting kan gedefinieerd worden als de richting van de raaklijn aan de meridiaan naar de noordpool. De ware noordrichting ligt in het horizontale vlak. Dit is een vlak dat loodrecht op de richting van de zwaartekracht staat. Om van waypoint 1 naar waypoint 2 te varen, moet het schip dus een koers van 42 graden gaan varen. Om dit te kunnen doen, hebben we een kompas nodig. Het kompas is onder andere voorzien van een roos met een 360 graden verdeling. De 00 graden van de roos is de referentierichting van het kompas, oftewel het kompasnoorden. De gestuurde koers kan afgelezen worden bij de zeilstreep van het kompas. Deze zeilstreep geeft de richting van het voorschip aan. Ten opzichte van de ware noordrichting was de koers 42 graden. Helaas is het in het algemeen zo dat de richting van het kompasnoorden niet samenvalt met de ware noordrichting. We kunnen dus niet op het kompas de koers van 42 graden gaan sturen. De hoek tussen de ware noordrichting en het kompasnoorden wordt de kompascorrectie genoemd. In de figuur is deze bijvoorbeeld min 3 graden. Negatief, omdat het kompasnoorden ten westen van het ware noorden ligt. Op het kompas moeten we dus een koers van 45 graden gaan sturen om uiteindelijk in de richting van 42 graden uit de kaart te gaan varen. In dit geval nemen we de invloed van stroom en wind nog niet meer. De koers ten opzichte van de ware noordrichting wordt de ware koers genoemd en wordt afgekort als WK. De koers van het kompas die bij de zeilstreep afgelezen wordt, wordt de kompaskoers genoemd. Het verband tussen ware koers en kompaskoers is de kompascorrectie. En er geldt dat de ware koers gelijk is aan de som van de kompaskoers en de kompascorrectie. Zoals gezegd is de ware koers gelijk aan de som van de kompaskoers en de kompascorrectie. Dit geldt ook voor de ware peiling die gelijk is aan de som van de kompaspeiling en de kompascorrectie. Ligt het kompasnoorden ten westen of
of links van het ware noorden, dan is de kompascorrectie negatief. Ligt het kompas noorden ten oosten of rechts van het ware noorden, dan is de kompascorrectie positief. Al eeuwenlang is het magnetische kompas aan boord van schepen aanwezig. Het kompas noorden van dit kompas wordt het magnetisch kompas noorden NK genoemd. De kompascorrectie wordt de miswijzing genoemd. En de miswijzing is gelijk aan de som van variatie en deviatie. Vrijwel alle schepen zijn tegenwoordig ook uitgerust met een gyrokompas. De richting van de 00 graden van de roos van dit kompas wordt het gyronoorden genoemd. De kompascorrectie heet de totale correctie TC en dit is de som van de vaartcorrectie en de instrumentscorrectie. Moderne varianten van kompassen zijn het satellietkompas en het fiberoptiek gyrokompas. Het kompasnoorden en de kompascorrectie van deze kompassen heeft geen eigen naam. De aarde zelf wekt een magnetisch veld op. De magnetische Noordpool ligt in de buurt van de geografische Noordpool. De magneet die zich in het magnetische kompas bevindt, lijnt zichzelf op met dit aardmagnetische veld. De richting van de 00 graden van de roos van het magnetisch kompas in een verder storingsvrije ruimte wordt de magnetische noordrichting NM genoemd. Deze richting valt niet samen met de ware noordrichting. De hoek tussen de ware noordrichting en de magnetische noordrichting wordt de variatie genoemd. In een papieren zeekaart wordt de grootte van de variatie op deze manier aangegeven in een roos. De richting van de 0 graden is de ware noordrichting. De richting van de magenta pijl is de magnetische noordrichting. Bij de pijl staat dat de variatie in 2009 gelijk was aan 4 graden en 15 minuten westen. De magnetische noordrichting is echter niet vast. In dit geval verandert de magnetische noordrichting per jaar 8 minuten naar het oosten. In 2011 was de variatie dus nagenoeg gelijk aan 4 graden westen. De variatie kan ook bepaald worden met een zogenaamde isogonenkaart. Isogonen zijn plaatsen over gelijke en gelijknamige variatie. In deze kaart is te zien dat de variatie op de Noordzee in 2015 nagenoeg 0 graden was. De ware noordrichting valt dan dus samen met de magnetische noordrichting. Het witte rondje rechtsonder, waar al die isogonen samenkomen, is de magnetische zuidpool. Dit variatiemodel wordt ook opgenomen in de elektronische zeekaart. Als het magnetische kompas op een stalen schip geplaatst wordt, dan wordt de stand van de 0 graden van de roos van het kompas beïnvloed door het scheepsstaal. Er ontstaat een scheepsmagnetisch veld en door dit scheepsmagnetisch veld ontstaat deviatie. De som van variatie en deviatie is de miswijzing, oftewel de kompascorrectie van het magnetisch kompas. Het scheepsmagnetisch veld wordt zo goed mogelijk gecompenseerd of weggewerkt. De deviatie die uiteindelijk overblijft, wordt in de zogenaamde deviatietabel of stuurtafel vermeld en deze is altijd aan boord aanwezig. Regelmatig moet het kompas opnieuw gecompenseerd worden en krijgen we dus een nieuwe deviatietabel. Het hart van een gyrokompas is een gyroscoop. Een gyroscoop is een ronddraaiende tol die nagenoeg in de richting van het ware noorden gaat staan.
en dus meestal een kleine afwijking van 1 à 2 graden naar het oosten of naar het westen. Deze afwijking wordt de totale correctie genoemd. De totale correctie is de som van de vaartcorrectie en de instrumentencorrectie. De vaartcorrectie is uit te rekenen met de gegeven formule waar VGR de grondvaart van het schip is, GRK de grondkoers en B de geografische breedte. De instrumentscorrectie ontstaat door mechanische onvolkomenheden van het kompas. Deze is niet met de formule uit te rekenen. En hiermee komen we aan het einde van de clip over referentierichting of noordrichting. De referentierichting van de zeekaart is de ware noordrichting. Kompassen leveren de referentierichting waarmee een bepaalde koers gestuurd kan worden of waarmee punten gepeild kunnen worden. Deze referentierichting wordt in het algemeen de kompasnoordrichting genoemd. En de hoek tussen de ware noordrichting en de kompasnoordrichting wordt de kompascorrectie genoemd.